Vierde promo wintercompetitie bij de 810-jarigen. Ja, het was een hele spannende strijd vandaag, nou of niet? Ja. Ja, veel modder en sneeuw. Vind je het mooi of niet? Ja, het is wel mooi. Ja, heb je nog geprobeerd om op de eerste rij mee te rijden? Ja. Ja, toch een hele mooie derde plaats. Ja. Volgende week gaan we jou zeker hier weer zien. Ja. Ja, en dan tussen het geweld in met het modder nog op gezicht. Anne, ja, provisie had met de tweede plaats. Ik zag je nog een poging doen om nog verder naar voren te komen, of niet? Ja, ik probeerde het wel, maar het was veel te zwaar. Ja, zwaar was het glibberig vandaag? Ja, heel erg glibberig. Ja, maar ik zie je glunderen. Die winter ligt je wel, of niet? Ja. Ja, Elburg, kerst in de vesting. Ga je daar vandaag nog heen? Nee. Nee, niet sport alleen maar, hè? Mountainbiken. Ja, ik vind het koud. Ja, ja, top natuurlijk. Provisie had met een mooie tweede plaats en dan de winnaar Jasper Hardes. Ondertussen weer gedoucht, fris en fruitig. Had jij het ook koud onderweg vandaag of niet? Ja, mijn vingers. Ja, je vingers, maar ondertussen heb je ze weer warm gekregen? Ja. Ja, het gaat goed in deze competitie, want je blijft prijzen pakken. Ja. Ga je voor de winst in deze competitie, in deze categorie? Ja. Ja, maar de coureurs naast je die gaan zeker nog een poging doen om een keer het podium er anders uit te laten zien, of niet, Nout? Ja. Dat gaat lukken, hè? Ja. Ja, kijk eens aan Anne ook, en we gaan proberen hem een keer af te rijden, of niet? Ja, zeker weten. Ja, Jasper, dat wordt wel spannend hier in Oldebroek. Ja. De andere competities, rij je die ook nog? Ja. En hoe gaat het daar? Ja, ik doe sommige niet, maar... Oké, okay. In ieder geval hier in Oldebroek op de hoogste treden van het podium vandaag in deze winterse omstandigheden. Wij zien jullie zaterdag weer in Oldebroek. Bedankt.